What's up? Alle schildpadjes zijn groot geworden. Nou moeten we even alles goed op gaan stellen voor de breed. Ik heb wel één probleempje. Ik merkte net tijdens het opgroeien van de schildpadden dat ze dus half door deze plateaus heen aan het zakken zijn. En dus ook damage krijgen van het water wat hier onder ligt. Net als daar, zie je. Mijn giga's krijgen damage. Fuck. Oh, deze is bijna dood zelfs. Oh. Ja, kijk dit dan. Dat is toch niet oké, okay, G. Oh, nee. Ja, dit is vrij vervelend. Hier had ik niet op gehoopt toen ik hier ging wonen, weet je wel. Maar ja, dat betekent dus dat ik waarschijnlijk gewoon nog een dikke laag foundations overal neer moet gaan zetten. Het is maar wat het is en dat gaan we dan ook wel gewoon even doen. Maar moeten we even meer tech foundations hebben. In ieder geval mijn basiswerk van tech maken. Ik denk dat de breeding ook gewoon van metal kan gaan maken, eerlijk gezegd. Maar goed, Carbonemus, kom even hier. Jij bent een female. Jij bent een male. Oké, wacht. Ik ga meteen even de Carbonemussen die ik niet nodig heb kapot maken. Dat is deze bijvoorbeeld. Dat is een mail van 23 HP. Nou, dat is ongemakkelijk. Hier kun je hem niet in één schot uit zijn leven leiden. En dan staat hij daar te kieken. Oei, oei, oei. Dat is ook een female. Dit is een mail. 23 mail, dat is ook niet goed. Oké, die is neer. Dat is ook een 23 mail, dat is ook niet goed. Dit is een 23 mail, dat is ook niet goed. Oh, jezus, man, ik heb alleen maar mails van 23. Daar heb ik niks aan. Domme. Ja, jullie weten natuurlijk wat er gaande is. In de vorige aflevering stond er een bordje voor mijn basis van de Craftmaster. En op dat bordje stond dus dat Rudy bij deze coördinaten is. Dus als je Rudy wil vinden, moet je naar die coördinaten toe gaan. Blablabla. Bla, bla. Ik ging naar die coördinaten toe. Zit er een dikke, vette onderwaterbasis van de Craftmaster. Dus ik weet nou niet zeker of Rudy daar zit. Maar het stond op het bordje. Dus ik moet sowieso die baas aangevallen. Het kan van alles zijn. Het kan een valstrik zijn. Maar ja, onderwater heet. Ik ben er sowieso bij. Female. En dan zijn dit de mails. Kijken, welke is hoogste level? Deze is 23. Die kan ook neer. Beam en beam. Dan heb ik hier de rest van de mails zijn allemaal 26 geloof ik. Maar deze level 164, dus die is niet best. Dan doen we deze sowieso weg. Oké, dan hebben we hier nog een mail. En die. Ja, pak deze wel gewoon. Fuck it ook, boeien. 26 mail, 26 mail. Nou, dan kan jij ook weg. Oké, nou, dan hebben we de females en 1 male. En dan kan de breed beginnen. Dan ga ik even deze unit ga ik ook even hier neerzetten. Zo, dan kun je meteen de stad zien van de eieren als het goed is. Bij de giga kon ik de stad niet zien for some reason. Dus ik weet niet of het nou wel gaat werken bij de carbonemus. Ik hoop van wel. Maar goed, daar komen we vanzelf achter. Jullie kunnen allemaal op meting. Enable meting. Enable meting. Enable meeting. Enable meeting. Oh, we hebben best veel females alsnog. Ik dacht dat we veel minder hadden. Dus dit is wel prima. Enable meeting. Nou, dan gaan we even die mutators halen. Die staan hier bij de giga's. Een beetje element ingooien. En dan hopen op goede HP mutaties. Maar ja, ik ben er bang voor. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar goed. Oké. Okay, mutator. Tak. En range plus 5. Range plus 5. Oké. Okay. Hier een beetje element in. Maak de puls. En hier een beetje element in. Tak, tak. En maak de puls. Hoppa. En hoppa. Oké, okay, dan zijn ze gemutated. Dan kom jij eraan met je meting. Kom hier. En dan moet jij ervoor zorgen dat elke schildpad een eigen leg hier. Dan moet je nu even naar deze kant. Oké, okay, dan krijg je die ook, baby. Nou, dan hebben we als het goed is iedereen laten breeden. Ja. Even je disable meting. Kom jij maar even mee. Deze kant op. Hallo. Oh, die schildpadden hebben echt de kop kapot, man. Even serieus. Pick up, pick up. Oh, hier ligt geen ei onder. Of wel? Nee. Hier ligt helemaal geen ei onder. Wacht. En als we geluk hebben, hebben we dadelijk dan 30 HP carbonemussen. Dat is natuurlijk nog niet goed. Maar ja, dat blijven we gewoon even zo doordoen. Oké, okay, zie je? Deze moet nog even een baby maken. En dan doen we deze even allemaal snel hierin. Tak, 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 tak. Oh, ze waren al bijna uitgekomen, joh. Holy shit, dat gaat snel. En dan kunnen we ons goed gewoon de stad zien. Ja. 26, 23, 26, 30. Oké, okay, 30 mail, dat is mooi. 26, tak, tak, tak. Oké, okay, wel veel females. Maar dat is mooi. Dan hebben we de 30 mail in ieder geval binnen. Dan kan deze in principe weg. En dan moeten we die 30 mail even op laten groeien weer. En die, oh, die is bijna klaar, die 30 mail. Oh nee, die is juist nog niet klaar. Deze, dit is de 30 mail. En dan kan ik die 30 mail in principe weer met elke vrouwtje hier laten breeden. Zodat we weer een 34 mail kunnen krijgen.
En zo kunnen we door blijven gaan tot, weet ik wel, 50 of zo. Oh, dat duurt wel even, man. Oh, dat gaat wel even duren, holy shit. Oh, joi. In principe, ja, ik kan nog een paar vrouwtjes bijzetten, hoor. Oké, maar ik wil dus even weg hier gaan. Alleen het probleem is, die schildpadden zakken dadelijk weer door de vloer heen. En dan krijgen ze damage. Dit is een female. Dit is een female. 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 23 male. 26 male. Nee! Oh! 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 Oh mijn god, al bijna die... Oh, wauw. Wauw. Hij had bijna deze... De goede mail doodgemaakt. De mail waar het allemaal om draait. Deze moet juist echt in protectie genomen worden, jongen. En niet te zuinig ook. Nee, jou moet ik hebben. Ah, nou, is een mooie lijn is nou weg. Domme. Nou, we gaan een kant. Stinkschildballen allemaal. Hop. Weg. Gaan we terug naar jullie positie. Loopen. Laufen. Come on. Zo. Nou ja, die moet even groot worden. En dan kunnen we weer lekker laten ketsen. Nou, goed. Hey, we moeten even andere waterdino's ook nog temmen. Of zou ik eerst even mijn basis gaan... Ik kan mijn outpost maken bij de... Herbivore Island. Dan moet ik even teleporten. Een teleporter extra. Oké. En een generator. Tech generator extra. Oké, nice. Oké, maar ik ga eerst even toch dit stukje leegkammen. Dat stukje cave wat ik nog niet heb gehad. Dan gaan we meteen even foundations plaatsen. Ik neem al deze tech foundations mee. En mijn walls. Ik moet ook nog even metal maken trouwens. Oké, die neem ik mee voor de spam. Dan wil ik even walls hebben. Walls. En die heb ik hier. Mijn tech walls. Oké. Mijn tech rifle. Die zet ik even snel in. En dan gaan we even dino schieten hier. Ik ben toch even benieuwd wat voor ruimte daar nog zit. Misschien zit er een hele dikke ruimte achter waar ik mijn base kan gaan bouwen. En dat zou sick zijn. Want dit is de laag van mijn basis. De plek waar mijn giga staan zou ik in principe wel een basis kunnen bouwen. Dit is een mooie plek voor de base. Alleen, nou heb je hier dus nog een ingang. En waar komt dit op uit? Dat is natuurlijk de echte vraag. Misschien zit hier juist nog wel een veel vettere plek. Oké, beertje moet even neer. Hoppa. Oh nee, niet die dingen. Jij ook dood. Er zitten heel veel Pelovia's hier, ouwe. Oké, er komt nog een beer aan. What the fuck, beer? What are you doing, man? Oh, er zijn echt heel veel dino's. Oh nee. Oh, dan ben ik 10 seconden fucked. Vlak. Even allemaal vlak inzetten, man. Mijn tech heeft minder armor. Jezus, man. Wat is dit nou weer? Misschien toch maar even een dino mee moeten nemen hier. Oké. Daar ook weer keiveel Pelovia's natuurlijk. Holy shit, ouwe. Oké. Dat doet wel dikke damage, man, die tech rifle. Holy shit. Wow, hey Jay, waar kom jij vandaan? Waar is hij heen? Ja, wat gebeurt hier? Oh, Yeti's. Oh nee. Laat me erdoor. Ja, die Yeti's hebben lijpe HP, ouwe. Maar als je daar headshotjes bij popt, dan zijn ze zo weg. Kut. Oh, dat doet wel pijn aan mijn durability van deze tech rifle, man. Headshot doet echt 4 keer zoveel damage onderhand. Oké, ze zijn allemaal neer. Nou, dan gaan we even de spam neerzetten. Dan heb je hier dus helemaal water nog. Maar, wat kan je met het water? Want dit is wel echt heel diep, ouwe. Er is iets met het water aan de hand. Ik ga onderzoeken wat het is. Oké, foundation. Of is er niks met het water aan de hand? Het is gewoon diep water. Je zou ook wel waterdino's op kunnen slaan, in principe. Maar verder is er niks te vinden, dus ik ga er even snel omhoog. Oh, dit ziet eruit ook als een goede area om te bouwen. Holy shit. Nee, ze allemaal zo ver lopen, hè. Oh ja, maar dit is wel mooi hoog en alles, man. Hier kan ik echt iets vets mee maken. Holy shit. Woe! Oké, heel veel yeti's en shit. Ja, maar dit is een nice plek, man. Zou ik hier bouwen? Mijn base? Ik voel hem denk ik wel. man. Oh, maar shit. Ik moet in één keer weer zoveel dingen doen. Mensen, de content raakt maar niet op. We moeten echt zoveel dingen doen. We moeten hier nog die dikke basis bouwen. We moeten nog allemaal onder water dino stemmen. Voor de craftmaster. Voor de raid om Rudy te bevrijden. We moeten dus de raid nog doen. We moeten nog bij Herbivore Island een outpost gaan maken met een teleporter. Waar we onze waterdino's gaan opslaan. We moeten de carbonimussen allemaal gaan mutaten. We moeten onze basis defenden in Aberration, Genesis en de island. En jezus, een kachosaurus stemmen. Dat moeten we ook nog doen. Oh, daar gaat eigenlijk zoveel content aankomen. En mensen moeten ook nog even naar de G-Portal gaan. Dat is ook heel belangrijk. Maar daar kan ik nou niet heen, helaas. Maar jullie kunnen natuurlijk wel vast al even de G-Portal gaan supporten. En mij supporten. En Rudy zelfs.
Rudy kan natuurlijk nou even niet uploaden, maar als jullie bij Geoportal een servertje huren met 10% korting via onze link, krijgen Rudy ook gewoon. Dus je support ons er ook mee als jullie een server huren bij Geoportal. En dat is knetterziek. En het is sowieso leuk om even Ark te spelen met vrienden of met andere mensen. Om je eigen servertje te hebben. Ja, dat is top. Dan kunnen jullie ook in de island wonen. In de Ice Cave. En dan een zieke Ice Cave basis neerzetten. Waar ik... Oh, trouwens. Ik heb ook een Discord, hè. En in Discord zitten ook best veel Ark mensen. Waar ik ook wel benieuwd naar ben. Jullie kunnen ook een keer een screenshot sturen van je Ark base in mijn Discord bijvoorbeeld. Heb jij een lijpe Ark base of zit jij nog in een thatch hutje met een raptor langs de deur die je me niet kan killen? Omdat de raptor alleen maar op je nek springt. Oeh! Nee, nee, nee. Dan gaan we niet doen, per l'ovians. Oh, ik ga ook nog in maart ga ik lekker windsport, mensen. Heerlijk. Ik heb snowboard besteld. Ik heb er zin in. Lekker, man. Nou, hoeveel cave moet ik nog opruimen hier? Serieus, man. Het scheelt dat ik zo overpowered ben. Want anders is het toch wel echt een klus om deze cave te runnen, man. Ik zou hier echt wel moeite mee hebben als ik, als ik nog niet de goede dingen had. En welke dino's... deze dino's hier zijn ook echt moeilijk sterk. Dus het is ook niet echt dat je één dino even kunt gebruiken om deze cave te runnen, man. Oh, hier is ook nog veel grote... Oh, dit is echt heel hoog, man. Kijk dan, ouwe. Wat? Hier kan ik echt een vieze, vieze basis bouwen, man. Ja, dan moet ik wel echt heel veel foundations hebben weer. Oh, wacht, ik doe nog even foundationtjes zo. Hop. Maar even kijken hoe ik dit allemaal egaal ga maken, weet je wel. En als er voor iets bij mijn ingang gebeurt, dan zie ik het ook niet heel snel gebeuren, snap je? En hier, oh wauw, ja, dikke plateaus waar je op kunt bouwen. Fur Gauntlet BP. Wow, zo, oké, je krijgt toch nog best wel goede BP's, denk ik. Ja. Dus dit is ook het zil om gewoon een rode drop in je base te hebben. Tak. Dan kan ik hierboven de maincraft maken. En dan zit je toch nog op een soort van pilaar, toch? En beneden, ja, weet ik veel wat ik beneden ga maken van alles. Van alles? I don't know, gast. Ja, man, dit is lijp. Dit is echt heel groot. Hier kan ik wel iets maken. Oh, en dan ook hele vette dingen maken zelfs. Oh, yeah. Oh, you got this, man. Nieuwe mainbase incoming, mensen. Zijn jullie al hyped? Oh, ik vind het wel dik, man. Allemaal aangek. Niet normaal, ik moet toch even misschien mijn pet halen voor de volgende aflevering. Ja, ik doe deze aflevering achter elkaar opnemen, je weet toch. En mijn haren. Niet mijn haren haten. Jong, ouwe, what the actual fuck is deze cave, man? Niet slechts though, ik ben een beertje, mag ik honing? Doet, doet. Hou je smoel, Jamie. Nee. Oké, die is neer. Oké, jij gaat ook neer. Jij gaat ook neer. Dan heeft die polarbeer. Polarbeer gaat ook neer. Zo, hoppa. Nou, iedereen is weer neer. Ik zet headshots poppen hier, jongen. Je moet eens weten. Hoppa, jeet die neer. Polarbeer. Oh! Au, misschien moet ik ook gewoon 100 perlovia's gaan temmen. En die allemaal hier onder de grond neer gaan zetten. Man, man, man. Mijn foundations zijn nog gewoon bijna op. Hoe groot is deze cave, man? Hier, nog een rode drop. Ouwe, dit kan ik helemaal volbouwen. Dit oprecht. De opties kunnen niet op. Mijn base kan niet klein genoeg zijn. Ik kan hier letterlijk doorbouwen, doorbouwen, doorbouwen. Ik kan hier meerdere bases inbouwen. Hier kan ik echt de mega basis maken, jongen. Die cave bij dingen in Genesis is gewoon veel te klein voor mij. Ik moet meer tech foundations hebben. Ik moet er minimaal 10.000 hebben of zo, denk ik. Holy shit. Zo, dat wordt een ambitieus project. Ik heb mijn Genesis cave heb ik ambitieus genoemd. Nou, dat is kinderspel geworden. Dit wordt veel ambitieuzer. Ik beloof het je. Deze, ja, die gaat groot en unreadable worden. Honde knetter, man. Oké, nog een rode drop in mijn base. Dat is nice. Maar dan wil ik denk ik toch mijn eerste gedeelte van de basis wel iets dichterbij hebben bij de ingang, zeg maar. Als ik een keer aangevallen word, hoef ik niet zo ver te lopen. Of ik zet een teleporter neer daar. Dat kan natuurlijk ook. Ook lagen en lagen aan turrettorens maken, man. Oh, ik kan hier echt vet gaan designen, man. Oh. Moet ik wel even weer een keer goed materialen gaan stacken in de streams. Binnenkort wel even een island streampje doen en... En even op de island allemaal materiaal hakken, Genesis, element hakken, al die dingen, weet je wel. Ja, dat wordt gewoon sick. Dus volg me ook op www.twitch.tv/jamesy voor livestream content. Dit is al gewoon een video op zich om dit helemaal uit te dunnen hier, man. Echt niet normaal.
Ik heb bijna geen foundations meer, man. Het is op. En hier nog een heel watergedeelte ertussen. Dat is ook ziek om... Jezus, man. En hier nog een paar wolven. Ik kan hier een artifact vinden, trouwens. Dat was de bedoeling van deze cave. En ik heb voor de broedmoeder heb ik deze artifacts niet nodig gehad. Volgens mij heb ik helemaal geen armor aan, bedenk ik me nu. Nee. Zo, kiek hem gaan! Oei, oei, oei. Kijk dit, ouwe. Oh ja, hier is de artifact. Holy shit, ouwe. Als iemand... Niemand kan deze artifact meer krijgen dadelijk, man. Ik heb een vies hart die cave geblokkeerd. Ongekend. Dan heb je hier nog een gaar waterstukje. Maar dit is dus wel echt het einde in de Monkey Man cave. Ik laat die polarbeers maar even killen, die Pelovia's. Ik kan uiteindelijk toch op mijn zenuwen werken. Monkey Man is lekker aan de ballen hier. Nog één hitje. Oké, die is ook dood. Deze wolf nog even... Kijk dan, wat is hier beneden nog allemaal te vinden? Dat er ook heel veel vissen in zitten. Dat begrijp ik nooit zo goed met deze caves. Waarom pompen ze dit nou helemaal vol met vissen? Maar ja, dit is hij. De cave. Artifact of the strong. Pop. Sick and sick. Oh. Holy shit, ouwe. Bim. Hoppa. Bim. Nog een foundation. Hoppa. Pak even mijn mining drill erbij. Als het goed is kan ik al deze kristal ook meenemen. Even die doorgangen vrijmaken daar ook. Kijk, hoppa, lekker kristalletjes. Komt u meer? Nou, dat hebben we mooi gefixt. De hele cave is gecleared. Oh, hier heb ik nog een Pelovia. Die kunnen we nog even. Zo, moet ik hier beneden ook nog even een foundation inpompen voor de zekerheid. Zo. Oh, een loot crate hier. Oké, maar daar zit niks in. Maar ja, twee rode loot crates heb ik ook nog gevonden hier. Dus dat is altijd lekker om even een keer op terug te kunnen vallen in je base. En dan zet ik hier nog even een foundationtje neer, zo, hop. En dan hebben we eigenlijk, dit wel gefixt. Maar even kijken, waar we beginnen met de basis dan. Want, dat moet zoveel gebeuren, ouwe. Je moet 20 tech replicators hebben. 50 industrial forges. Ik moet 100 chemistry benches. 200 fabricators. Hoe ik het ook in kan delen, is één gedeeld blok puur voor storage. Dus denk aan alleen maar vaults en daddy storages. Met daar weer een dikke turretmuur tussen, weet je wel. We gaan overal, elke sectie, elke sector gaan we afbakenen met een dikke turret dead wall, weet je wel. Dan moeten we ook even overal generators zetten met genoeg element. Zodat dat ook niet opgaat. Dus dan moeten we in Genesis weer even een keer een volle bak aan de element farm. Ik denk dat ik echt nog 10.000 element bij elkaar kan sprokkelen. Wat met de shards en alles die ik nog heb liggen. En de element die ik al heb. Dus ik denk dat we oprecht heel ver kunnen komen al hoor. Alleen de enige vraag is, gaan we dit allemaal van Tech Foundations maken? Ja Jamie, dat gaan we doen. Oh, bedankt. Reageer er in de comments. Ja, ik denk wel dat we gewoon alles van tech moeten maken. Fuck it. Maak gewoon meerdere tech replicators en dan kunnen we die dingen in principe ook gewoon zo craften, weet je wel. Alleen dan moet ik even een keer in Genesis even goed mijn resource gaan plunderen om hier even een begin te maken. Ja, dat wordt wat. Dat wordt mooi. Hier stond een loot crate op volgens mij. Ik zet er even van deze bij. En dit is ook een hele vette area. Kan hier, daar kan ik een dikke toren bouwen. Daar kan ik een dikke toren opzetten. Hier kan ik een dikke toren opzetten. Kan ik hier tussenin cliff platformen maken, weet je wel. Dat je een soort brug hebt. Je hebt zelfs tech bridges. Je kan hier helemaal omhoog bouwen nog. Kan je hier helemaal omhoog bouwen? Je kan hier helemaal omhoog bouwen. Holy shit. Kijk dan. Je kan echt vette dingen maken, Jay. Oh! En nou hebben we letterlijk de hele ice cave geclaimd. En dat is huge, man. Je hebt hier geen kosmische storm van allemaal bommen en granaten uit de ruimte, weet je wel. Dat scheelt ook weer een FPS. Ik zit nou gewoon rustig op 140 FPS te spelen hier. En dat is gewoon knetterziek, weet je. Dat kun je niet altijd zeggen. Zo. Nou, dat is allemaal weg. Dan heb je hier nog een heel gedeelte met dat water. Ja, hier kan ik dan bijvoorbeeld... weet ik veel. Hier kan ik wel waterdieners een kwijt, letterlijk, ouwe. Echt best veel zelfs. Alleen hier zitten nog wat polarbeertjes en zo. Ja, het zou nog helemaal niet gek zijn om hier waterdino's op te slaan, man. Oh, zijn allemaal piranha's of is dat? Nee, dat zijn zalmen. Jezus, dat zijn allemaal gekke zalmen, man. Ik heb jullie laatst nog gegeten. Wegwezen, gek. Niks mee te maken. Ja, oké. Maar ja, daar kunnen we dus nog iets mee doen. Alleen ik weet niet of met die... Oh, nee, ik zie wat damage. Nee. Oh, dat is zo irritant. Mijn breeding gaat niet goed, ook zie dan nog veel meer damage. Waarom is dit zo? Het is vrij vervelend dat dit gebeurt. Dan mijn carbonieme, ze krijgen ook allemaal damage. Yeah.
Willen we niet hebben. Nee. Ik weet als deze maar niet dood gaat. 200 HP heeft hij nog. Fuck, ouwe. 200 HP. Hij moet er echt bij blijven, man. Hij is ook bijna groot. 70% is die. Laat ik hier maar gewoon even bij staan totdat hij groot is. Voor de zekerheid. Just to be sure. Maar dat, ja, dat knippen we gewoon even lekker erheen natuurlijk. Oké, nou, tot zo. Oké, kom op. 99.4.5. Come on, man. Dan zie ik nog geen damage bij de giga's achter. Ja, dat is wel vervelend, man. Daar moeten we, moet ik wel even een oplossing voor vinden. Ik denk dat ik in ieder geval niet meer boven het water ga breeden. Dit moeten we allemaal gaan verplaatsen. Ja. Groot? Hij is groot. Oké. Deze, daar draait het om. Dan hebben we hier een paar females die al kunnen breeden. Ze zijn nog steeds alleen maar bezig met de carbonemus in deze aflevering. Hè? En de cave opgeruimd. Maar dan gaan we daar nog even naar Herbivore Island. Gaan we daar onze outposts maken. Dat moet sowieso gebeuren in deze aflevering. Het gaat niet te gek worden. Gewoon een paar turrets met een bed. En een teleporter, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat we daar gewoon easy heen kunnen gaan. Nou, dan doen we even die mutation pulse eruit sturen weer. Die kant op. Allebei. Heel goed. Dan mag deze mail mag neer. Oké, ik doe echt niks. Hoezo ga je niet neer? Oké, nou, dan ga jij maar even hier staan. Want niemand last van jou heeft. Oké, nou. Dan pakken we deze mail. Die zetten we nog niet op breeding. Maar deze wel allemaal. Enable mating. Enable mating. En deze ook. Behavior enable mating. Ja. En dan moeten we nou even de mutation pulse eruit janken zo. Show a range. Oké, iedereen valt binnen de range. En dan bij deze ook. Nou, dan pompen we er even de element erin. En dan gaan we weer. Mutation pulse. En dan enable mating. Oké, maak baby. Hij maakt baby. Heel goed. Nou, loop naar die toe voor baby. Juist. Oh, dat zijn geforceerd baby's maken. Kijk. Hoppa. Lekker. Rotisch. Nog een baby. Hoppa. Baby. Ik ga stuk, ouwe. Hoppa. Oké. Nou, behavior. Disable meting. En dan gaan we eens kijken of we geluk hebben gehad. Of we nou een 34 HP stego hebben. Of een stego carbonemus hebben. 30 mil. 34 mil. Kijk, die moeten we hebben. 30 female. En een 30 female. Oh, dit zijn best wel prima stats eigenlijk. 34 mil. Nou, dan hebben we eigenlijk al twee goede mutaties gedaan. En dat is very nice. Very nice. Nou, dan gaan we even snel richting de 40. En dan zijn ze al best wel steady, toch? Heel goed. Jullie staan hier wel lekker te staan. Doe vooral jullie ding waar jullie goed in zijn. Dus helemaal niks. En dan ga ik even snel de spullen pakken voor... Ik heb mijn teleporter al volgens mij. Maar ik moet hier zelf nog even mijn teleporter neerzetten. Dus dat ga ik ook even doen. Voor nu zet ik hem maar gewoon even gewoon hier neer. Omdat ik deze base ook nog even mooi moet gaan maken. Dan heb ik mijn generator, mijn teleporter. Dan moet ik even spullen voor een base hebben. Dat heb ik hier. Ik heb mijn tech walls. Ik heb alleen geen tech ceilings, of wel? Die hack niet gemaakt. Nou, dan gaan we gewoon metal maken. Doen we gewoon... 25, doen we even zo'n base. En dan doen we gewoon even een XL walls, weet je wel. Dat is 5, er zijn al 20. Ja, doen we maar gewoon even 23 voor de zekerheid. Nog metal. En zo, hop. En hop, er wordt wel echt een hele lelijke outpost van nu. Maar ja, I don't give a shit, man. Ceiling, amount 25. Oké, en dan moeten we eigenlijk nog even wat hedge frames. Niet te veel. Ik heb geen wilde plannen met de base. Alleen in deze base zet ik eigenlijk helemaal niks aan de binnenkant neer, zover ik weet. Dus dat hoef ik allemaal niet zo wild. Heb ik nog turret? Ik heb hier nog turrets. Dan neem ik wel even shards mee. En dan doe ik even nog... Oké, ja, ik heb maar twee heavies en meer tech turrets eigenlijk. Die. En dan hebben we alle shit wel compleet, denk ik. Nou, dan gaan we maar eens even die kant op. Oké, op naar Herbivore Island. Goed. Oh, dit wordt een vette base. Dit wordt een hele zieke base. Oké, dit is het despot. Normaal bouwt iedereen natuurlijk hier in het midden. Maar dat is eigenlijk heel dom, want dat is echt een hele slechte locatie om te bouwen. Dus ik ga hier lekker op de rand bouwen gewoon. Denk gewoon hier bovenop. Zo, tak. En dan hakken we even alles weg wat hier staat. Of...
Of juist aan een waterrand. Dat is ook wel oké, want dan heb ik meteen mijn turrets die mijn waterdienst verdedigen hier, zeg maar. Hier is meteen iets dieper, weet je wel. Dus als ik hier nou mijn outpost ga bouwen. Ik weet niet of ik het ga redden met mijn foundations en zo, maar... Oké, we gaan het gewoon proberen. Scheelt dat alle dino's die hier op dit eiland rondlopen gewoon vriendelijk zijn. Dus dat is wel relaxed. En dit is eigenlijk ook super dik bij die prison meteen, man. Oké, als we hier nou gewoon even precies op het randje beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu klopt hij wel. Ja, oké. Nou, mooi. Dan gaan we hier onze dikke toren bouwen. Doven Schmiert Duistere Plan Producties. Ja, dat wordt hem. Even kijken. Dan moeten we even de XL wall hebben. Ceiling hebben we nog super veel bij. Ik weet ook niet waarom. Deur erin. En dan gaan we een flinke muurtje bouwen. Ja, dat daar is een stukje uitsteekt. Dat maakt me nou op dit moment heel weinig uit. Dus gaan we ook niet te lang naar kijken. Ik zou deze nog wel van tech willen hebben, die XL walls. En die kan ik ook vrij spelen door volgens mij of de dreiging te verslaan of de gorilla boss. Dus dat is wel nice. Alleen, dan moet ik daar ook alle spullen voor gruinen. Ja, ik kan net over content die niet op kan. Dat moeten we dus ook nog doen. Die twee bossen verslaan. Alleen, ik heb geen rexen meer. Dus we moeten waarschijnlijk ook allemaal rexen gaan breeden daarvoor. Ja, ik weet het ook niet, mensen. Ik weet het ook niet. Zo. Ja, we hebben wel tech-rexen. Maar ja... Die zijn ook niet zo goed eigenlijk. En die heb ik ook nog niet echt per se doorgebreed. Ik was aan het proberen te muteren, maar... Ja, ik kan niet elke dino gaan mutaten, weet je. Daar ben ik echt jarenlang mee bezig. Weet je hoe lang het duurt om even een beetje een goede stad te fixen uiteindelijk? Nou, dan kan ik hier een teleporter neerzetten. De generator. Teleporter, zo. We kunnen hier wel een soort van... Dat is misschien nog wel vet. Zo. Een soort van kruis. Doen we hier de generator. En dan kan ik hier al mijn teleporter kwijt. Of course. Zo. Nou. Die staat. Mooi. Ja, dat is prachtig. Hé. Turret. Die. En die. Ik heb ook flame turrets hier. Maar ik heb alleen die ammo niet, denk ik. Of heb ik die wel? Nee, echt niet. Maar goed. Dan zetten we hier bovenop even een paar turretjes neer. Zodat de waterdieners ook verdedigd kunnen worden. Dus vooral deze kant op, hè. Dan kan ik beter iets lager. Nou goed, ik zet hier sowieso hedgeframes aan de bovenkant. Zo. Zo. En zo. Dan zet ik hier alleen even één tech turret bovenop. Hier één tech turret bovenop. Even iets neerzetten. Dan zet ik hier ook even een tech turret en één heavy neer. En dan aan deze kant doe ik dat ook nog even, maar dan iets meer zo. Zodat mijn base toch een soort van verdedigd wordt. En dan kan ik hier net zo goed even onder water een paar van die tech turrets neerzetten. Die mijn sea life verdedigt, weet je wel. Tak. Die is gewoon powered, heel mooi. Dat zien ze ook niet zo snel aankomen dan. En dan doe ik aan deze kant ook wel even iets in het water zetten nog. Personal inventory, advanced rifle bullets, element, shard. Ga naar die en naar transfer. Right. Nou, dan zijn al die dingen gevuld. En dan kunnen we nog even de settings doen. Oké, dan doe ik even één turret onder water. Die zet ik ook even op wild dino's. Want het is ook wel chill als die gewoon kapot gaan. Dat die niet mijn dino's op kan eten, weet je wel. Turret options. Al. Bim, 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 bim. Hoppa, kijk en zo gaat dat. Afgelopen. Ja, dan hebben we dit gewoon even gefixt. Onze base, onze outpost. Bij Herbivore Island. En nu zijn we eigenlijk klaar om dino's te temmen. Om waterdino's te temmen. Dus denk aan mosasaurussen. Denk aan tuzo's. Denk aan megalodons. Ik zal eens even op de scanner kijken wat er allemaal te vinden is hier in de buurt. En ik kan gewoon chill teleporteren. Dat is nog het beste, denk ik. Van de een naar de andere kant teleporten. En als het goed is, is het ook heel dicht bij Jones' basis. Ja, dan kan ik eigenlijk basically gewoon naar Jones tp'en. En dat is nice. Dino scan. Kind aan je look voor fish. Turtle 16 AP, 15, 19, 21. Allemaal trash, man. Allemaal trash. Beaver. Nee. Allemaal vissen. Plesio is level 80 max. De Ram 6. Niet. Oeh, kwetsels trouwens. Oeh, kwetsels. Ja. Kwetsels is ook hartstikke nice, hoor. Dan kan ik gewoon dino's in basis droppen. Denk aan golems en zo, weet je wel. Spino.
Oh, dat is niet best, man. En Tila, die zijn ook allemaal slap, gast. Holy shit. Parasaurus, Stego. Ja, dat zijn tech-dingen. Je hebt ook tech-kwetsels hier, toch? Of niet? Ja, hier, tech-kwetsel. Dat is niet gespannen, maar je hebt hem wel. Tuzo. Level 80 is ook max. Niet best, man. Ja, ik denk dat ik die waterdunes het beste in Genesis kan temmen, eerlijk gezegd. Moza. Mosasaurus. 160, maar... Oh. Ja, dat is een cave-moza, zeker. 22, ja, dat zijn ook allemaal cave megalodons en zo, weet je wel. Hier wel lekkere stad, zo. 31 HP, 33 melee. Oei, oei, oei. 34, 32, 24, 35, 36 damage. Holy shit, ouwe. 37 damage. Ja, dat is lekker. Alleen die cave dingen kun je dus helemaal niet temmen, als het goed is. Ik wil Loki wel proberen, maar... hier ook die direwolf, knetterhoog level. Ja, ik ben bang dat het niet kan. Maar ik kijk nog even snel bij mijn giga's of ze niet weer door de grond aan het zakken zijn en doodgaan. Maar ik ben al lang blij wat we allemaal hebben bereikt in deze aflevering. Dit is echt heel goed. Dat is echt heel ziek. Maar dan moeten we dus ook nog even... Ja, ik moet deze basis ook wel echt even uit gaan bouwen eigenlijk. Maar waar ga ik dat doen? Hier wil ik niet uitbouwen. Hier zou ik eventueel kunnen beginnen met uitbouwen. Alleen... Dit is een kutte van dit. Nou zit ik dus nog alleen maar boven het water. En dan zit ik dus te kloten met deze 6 damage die deze giga nou gewoon weer krijgt. Dus eigenlijk wil ik liefst wel gewoon een beetje aan vaste grond zitten. Maar ja, hier voor mijn basis. Voor mijn basis is het denk ik wel al een prima plek, I guess. Maar dan moet ik even mijn hele breeding gaan verplaatsen naar een andere locatie. Dus als ik dit nou helemaal vol ga zetten met foundations. Dan kunnen we denk ik wel al iets moois creëren. Dan begin ik denk ik hier mijn basis gewoon. En dan gaan we steeds verder naar achter bouwen. Even allemaal lagen en gekke defenses ook. Ja, dat wordt wel nice. Alleen, ja, dan hebben we dus weer knetterveel tech foundations nodig om dat allemaal te fixen. Maar dat komt dan goed. Dat gaan we gewoon craften. We moeten meerdere tech replicators hebben. Ik pak even mijn generator op hoor. We kunnen dat voorste gedeelte waar nou de stego staan en de schildpadden kunnen we wel gebruiken als een soort van... Dus inderdaad een raid defense area. Dus dan ga ik daar mannequins neerzetten en vaults met allemaal vlak wapens en al die shit, weet je wel. En dat is dan ook het enige wat daar komt te staan. En gewoon veel turrets. Misschien wat stego's opgesteld, dino's die we kunnen gebruiken voor een raid defense. Zo'n dingen. Oh, hier staat ook gewoon nog die gouden drop, ja. Jezus, was ik ook al vergeten. Dus we hebben 4 drops in deze cave zitten volgens mij. Ja, weet je, de rest doen we even een ander keertje verder. We hebben nou mooi het achterste gedeelte al lekker ingevuld met foundations. Dus kan ook even weg. En ja, ik moet nog even meer foundations bijcraften. En dan kunnen we er zorgen ook dat dit gewoon helemaal vol komt staan. En de breeding even op een andere plek komt. Ja, dit gedeelte ook. Dus wat ik zei, dan moet ik ook helemaal volbouwen nog met foundations. Dus even kijken hoeveel ik er kan craften. Tech Foundation. Oké, 129 kan ik er maken en dan is mijn metaal op hier. Maar ja, metaal heb ik nog heel veel in mijn andere basis liggen in Genesis, dus dat komt wel goed. Deze 129 worden gecraft en dan heb ik sowieso dat gedeelte daar helemaal vol liggen, dus dat komt goed. Mensen, thanks voor het kijken en ik check jullie graag weer bij de volgende video.